Gordon MacDonald bevestigt betrokkenheid bij een grootscheepse mensensmokkel. Dorpen in het zuiden kampen al een half jaar met grote voedseltekorten. En Surinaamse schrijfster en historicus ontvangen door premier Rutte. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 12 april 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Gordon MacDonald zei gisteren in een interview met DTV dat hij als chauffeur van een transportbedrijf grote groepen Haïtianen heeft gereden. Dat was onderdeel van een grootscheepse mensensmokkel en die was georganiseerd door de Haïtiaanse zakenman Jean Mixon. MacDonald bevestigde bij DTV dat hij een eerder interview had bij een medium en ook al gezegd had dat Jean Mixon een crimineel is die stemvee vanuit het buitenland binnenhaalt voor de VHP. MacDonald werd onlangs gearresteerd na doodsbedreigingen en beledigende kritiek op onder meer president Santokki. Mixon wordt al enkele jaren genoemd als spil in een omvangrijke mensenhandel vanuit Haiti. De Haïtianen zouden Suriname gebruiken als springplank naar Europa, via buurland Frans-Guyana. Mixon kreeg in augustus vorig jaar, terwijl er een algemeen reisverbod vanuit Haiti gold, toestemming om 175 Haïtianen over te vliegen naar Suriname. De nieuwssite Kulturu schreef in oktober 2022 dat Saya gezegd zou hebben dat hij de toestemming kreeg omdat de Haïtianen meteen genaturaliseerd zouden worden tot Suriname, op voorwaarde dat zij VHP zouden stemmen. Vorige maand vroeg Bibis minister Albert Ramdin aan president Santokki of het personenverkeer tussen Haiti en Suriname te versoepelen. MacDonald zegt dat behalve Haïtianen ook Indiërs via verschillende routes worden geïmporteerd als stemvee. Woningen, appartementencomplexen en hotels in Suriname zouden bomvol zitten met wat MacDonald noemt die mannen uit India. Bij de verkiezingen in 2020 werd eveneens melding gemaakt van buitenlanders, onder wie Haïtianen, die als kiezer geronseld waren. In sommige kiesdistricten werden zij met bussen afgeleverd op stembureaus. Tepu en Kwamalasamutu en andere dorpen in het zuiden van Suriname kampen al minstens een half jaar met een groot voedseltekort, schrijft de Times of Suriname. Dat komt doordat vorig jaar veel aanplanten verloren zijn gegaan. De gevolgen daarvan werken nog steeds door. Diverse organisaties en instanties komen in met voedsel en andere hulpgoederen. En Jerry Sebilo van het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding zegt dat het gaat om een heel groot probleem. De Surinaamse schrijfster en historicus Cynthia MacLeod is gisteren ontvangen door de Nederlandse premier Mark Rutte. De premier noemde MacLeod op Twitter een icoon dat al decennia lang een belangrijke rol speelt in het bespreekbaar en zichtbaar maken van het slavernijverleden. Rutte schreef dat MacLeod beschikt over een indrukwekkende kennis van het slavernijverleden in Suriname, die doorklinkt in al haar werk. Het is volgens Rutte belangrijk dat we het gesprek over het slavernijverleden breed blijven voeren en samen invulling geven aan de komma na de excuses, die hij in december uitsprak. Cynthia MacLeod is auteur van meerdere boeken, waaronder historische romans, biografieën en literaire werken. Haar bekendste werk is Hoe duur was de suiker? Een roman over het leven van slaven in Suriname tijdens de Nederlandse koloniale periode. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Dagelijks op de hoogte blijven, download dan onze app Regio Nieuws TV. En als u nieuws te melden heeft, kan dat aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.